Welcome back everybody en welkom terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag van jullie weer een Black Ops 2 gameplay. Ja, gisteren was het even MW3. Kwam gewoon op mijn verbinding. Je zal het nou in dit potje ook een paar keer zien. Ik heb connection interrupted. Mijn controller valt een paar keer uit. En toch heb ik nog een aardige score. Maar ja, ik heb gewoon zin in vrijdag. Het is nu al woensdag, dus nog twee daagjes. En dan heb ik als het goed is beter internet. Want dat lijkt het wel op. Tenminste, zo hebben wij het bij de provider. Waar wij hem nu direct gaan krijgen. Wel aangevraagd en alles. En mijn vader heeft alles uitgezocht. Wat voordeliger is en wat best is. Wat beste kwaliteit, weet ik het allemaal niet. En dan krijgen wij sneller internet dan nu. En dan hoop ik gewoon dat ik voor jullie toch iets betere gameplay nog kan regelen. Ook omdat ik dan minder verbindingslag heb. Dat zal ook een beetje schelen natuurlijk tegen buitenlandse spelers. Want dan moet je toch wel een goede verbinding hebben om tegen hun te spelen al sowieso. En die heb ik meestal niet, dus ja. Dat zal wel een stukje schelen. Ik speelde hier gewoon, je ziet het, ik speelde met drie man volgens mij. Met Kipstamper, Robbie en met Fish denk ik, maar ik weet niet zeker. Met Fish zie ik nou, Fishinator van L. En we speelden tegen de IKEA-mannen, oftewel gasten uit Zweden. Zweden, ja. Nee, Zweden heeft, vindt Fish tenminste altijd, die heeft die niet echt lekkere connectie mee. Nou, hier deed ik even mijn controller uit en aan, want ik poepte of zo. Nou, poepen, dat betekent dat ik even door mijn headset zit te praten, maar hun snappen helemaal niks wat ik zeg, want dan praat ik zoiets. En ja, daar versta je natuurlijk helemaal geen s'nachts van. Dus ja, dan moet je even mijn headset even resetten, zal ik maar zeggen. En dan doe ik altijd even mijn controller uit en aan. En dan werkt het weer goed. Je ziet hier gewoon een gameplay weer met PDW. Ja, ik weet het, PDW. Maar PDW is denk ik wel het beste submachine gun wapen. Ik zal later in de game, als het de patches er zo uit zijn. Ik hoop dat ik dan, ik denk nog wel dat ik het speel dan. Dan zal ik gewoon met andere wapens gaan doen. Andere killstreaks. Hierbij was ik al een beetje met andere killstreaks. UAV, Lightning Strike en Sentry Gun. Lekker kleine killstreaks. Want ik wou gewoon even kijken of ik dat... voor Sentry Gun vond ik op zich altijd wel een beetje vet. Dus ik denk, weet je wat, we gaan het gewoon proberen. En kijken wat het wordt. En op zich gaat het wel lekker. Dit potje. Want ik heb het toen straks ook Crown Tower potjes gedaan en zo. En dan, het is toch anders of zo. Op een of andere manier. Ik regular... Loopt het wel, maar meestal te weinig echt dubbel, triple kills die je kan maken. Of snelle actie achter elkaar. En dat is gewoon zonde. Wat ik jullie ook mee kan geven, triple cappen niet doen. Ik merkte het net toen straks weer in de party, of in ons potje. En ik ben daar echt niet blij mee natuurlijk. Niemand is daar blij mee, want de spans die kunnen dan elk moment draaien als jij ergens loopt als je triple cap hebt. En dat is niet zo fijn. Wat je moet doen is, stel we hebben twee vlaggen, net als nu, wij hebben A en B. En we zouden A of B verliezen. Nou, stel we verliezen B, dan moet je B gewoon terugpakken. Maar stel je verliest A, dan kan je gewoon C vlag terugpakken. Maar je mag hem pas pakken als jij vlag A hebt verloren. Dus niet wanneer je nog vlag A hebt, want dan maak je triple kill. Ook niet wanneer die mensen op vlag A zitten, want voor hetzelfde geld gaan die dood door killstreaks. Of iemand komt er aangelopen die niet bij je party hoort of zo. En die killt hem. Ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Dus ik zeg gewoon, als jij, je moet gewoon verzorgen voor dubbel cap. En dat doe je gewoon door zeker te weten, als hun de vlag pakken en pas gepakt hebben, dan mag je er één terugpakken. En dat is denk ik wel het belangrijkste sowieso. Om voor je eigen al iets makkelijk te maken. Om hun eigenlijk een beetje een spanpunt te geven. Dus in een richting. Anders dan blijf je heen en weer lopen. Je ziet nou hebben we alleen B. En nou moeten we eigenlijk gewoon een vlag pakken. Wij gaan hier gewoon vlag A pakken. Omdat wij hun liefste bij C willen hebben, denk ik volgens mij. Of wij zitten... Nee, we pakken toch C omdat daar niemand meer staat, zie ik nou. Ik weet het niet meer precies allemaal, maar... Kijk hier, nou kunnen we die vlag pakken. En nou moet je natuurlijk ook B blijven verdedigen. In het potje. Je ziet, niemand is bij B, dus ze hadden hem gewoon kunnen pakken. Jammer genoeg, beter genoeg deden ze dat niet. Maar zo zie je het, we zijn er één kwijt. En dan pas pakken we de double cap weer. En double cap is super handig in de game, want als je double cap hebt, wat ik net al zei, dan heb jij gewoon echt een fantastisch punt, want dan weet je ongeveer waar ze vandaan komen. En als je weet waar ze vandaan komen, de mensen van de tegenstander, maakt het voor jou toch iets makkelijker. Dan hoef je niet de hele tijd te switchen van ze komen nou voor me, ze komen nu achter me, ze komen nou links, rechts van me, weet je. Dan weet je gewoon, ze komen van A, niemand staat van ons in A. Dus dan moeten ze daar vandaan komen. En dat maakt het voor je iets simpeler, iets makkelijker op de spelen al. En dan kan je ook iets betere gameplay meestal halen als jij gewoon de basis goed hebt staan. Een andere tip is,
probeer de map goed te verdelen. Dat bedoel ik mee, als jij spant en je ziet, nou oké, er staan ineens 3 man aan de rechterkant, hè. Of 3 man in het midden. Loop dan weg en ga naar de linkerkant of rechterkant kijken waar jouw medespelers niet staan. Want dat is eigenlijk heel zo zonde. Ik heb hier even trouwens in het midden even een stukje uitgeknipt. Even dat, ja, die final of round kill en al die statistieken. Want dat duurt meestal dan een beetje lang. Maar dat heb ik even uitgeknipt. Maar ja, dat is echt gewoon een tip. Dus gewoon, ja, dat zijn echt tips voor domination. Als je wil spelen en je wil goede scores halen. Ook goed met elkaar spreken natuurlijk. Ik zou gewoon met een full party spelen. Full party is wel het makkelijkste voor domination. Zeker regular. Ook ground war zou ik eigenlijk full party doen. Kan je alles afspreken. Maar die positie is ook heel super belangrijk. Dus als jij ziet dat je met 3 of 4 man aan één kant staat. En je ziet dat de rechterkant helemaal open is. Loop dan 1 of 2 man naar die rechterkant. Dan kan je het een beetje verdelen. Zal je de kills ook een beetje verdelen. En dan zal je niet met 4 man om 1 mannetje staan te vechten. En dat hun ineens komen flanken. Kijk, dat is meestal het probleem wat er gebeurt. Mensen, ja, die hebben 2 caps. En die gaan dan met z'n allen 1 kant op zitten te kijken, zal ik maar zeggen. Of 2 kanten, links en midden en rechts kijken ze niet naar. En dan word je geflankt van rechts. Want die gasten, de tegenstanders, heeft er heus wel door dat ze, oh, via die kant kan ik makkelijker komen. Dus dan ga ik daar even gewoon proberen. Nou, dat gebeurde hier niet zo vaak. Want je ziet de tegenstander, die deed er niet zo super voor. Dat zie je straks uiteindelijk ook in de eindscore. Ja, oké, okay. Ik ging er proberen wel voor om in hun span te komen. Nou, dat lukte hier op zich wel aardig. Alleen, de verbinding zat niet helemaal mee. Als je net zag, ik had 1 streepje. En dat is de laatste tijd wel vaker, de laatste dagen gewoon. Dat is mijn eigen verbinding, die is niet goed. Dat had ik net gisteren ook al verteld. En ja, daarmee kom ik ook niet altijd goed aan mijn gameplay. Want dan zit je toch in een mood van, oké, zal ik nou gaan of niet? Want ik ben de hele tijd proberen te rushen. En als je rusht, wil je wel goede verbinding hebben. Want als je verbinding ineens wegvalt, ja, dan heb je een probleem. Want dan kan je ze ineens niet meer hitten. En dan kan je doodgaan. Of je komt ineens voor 2, 3 man. En dan heb je helemaal geen schijn van kans. En dan is jouw streak weer weg. Kijk, en daarom ben ik echt blij dat vrijdag mijn verbinding beter wordt. Ik hoop heel goed natuurlijk. We zullen zien wat het wordt. Want je weet nog nooit wat het precies wordt. Qua eigenlijk dingen. Ik wil misschien dan ook gaan livestreamen als mijn internet het dan wel aan kan. Ik denk dat het dan wel aan kan. En dan ga ik het gewoon proberen voor jullie. Eerst even test draaien en alles. En dan zal ik misschien die week daarna een keer een livestream doen. Of van Black Ops 2 of van MW3 of van Zombies of weet ik veel wat. Dat lijkt me best wel chill om dat te doen voor jullie. Ja, voor de rest deze week. Morgen is het al donderdag weer. Gaan we natuurlijk ook weer wat posten, ik weet nog niet wat. Ik moet de gameplay nog halen vandaag, vanmiddag, vanavond dus eigenlijk. Want ik moet nou direct naar school. Ik moet eigenlijk nou al naar vertrekken, maar een paar minuutjes extra doe ik even voor jullie vrijmaken natuurlijk. Maar daarna ga ik gewoon weer voor zorgen voor een proberen voor goede gameplay. Voor super beast gameplay. En als dat bij Black Ops 2 niet lukt en bij MW3 niet lukt, dan zal ik toch iets uit de oude doos moeten trekken. Ik heb nog een paar gameplays staan, ook 1 of 2 van Black Ops 2 volgens mij. En nog 1 of 2 van MW3. Die op zich wel uploadwaardig zijn. Dus dan pak ik die. Maar als er de verbinding goed is, dan ga ik het gewoon proberen om een gameplay te halen. Kijk, je ziet me hier nou. Ik loop eigenlijk iets te ver de span in. Dat weet ik ook. Maar je probeert gewoon de hele tijd te blijven lopen. Dat is echt wel een belangrijk ding. Je moet blijven lopen. Want ik heb Ghost. Ghost is eigenlijk echt een aanvallende perk. Eigenlijk was het voor gemaakt. Maar je hoeft eigenlijk niet zo hard te rennen om je ghost, of om niet meer zichtbaar te zijn op de map. En dat vind ik een beetje soms zonde. Ik ga hier gewoon, hier sta je in de span, je weet het hier, kijk, die gasten komen allemaal naar je toe. Oké, dan kan je een keer pech hebben dat er een in je rug komt. Maar dat kan gebeuren. Nou, dan ga je gewoon verder met de game natuurlijk, want je bent nog niet helemaal klaar. De potje is wel bijna voorbij, je ziet het nog, we hebben 187 punten. We hebben het dubbel cap en je ziet het, we kunnen gewoon makkelijk blijven doorgaan. Je zal straks ook de uiteindelijke scores van iedereen zien. Die is op zich wel redelijk voor iedereen. Maar het kan natuurlijk altijd iets beter door ze beter vast te zetten. Betere connectie te hebben natuurlijk. Maar dan hoop ik gewoon vrijdag. Ja, ik heb gewoon zo zin in vrijdag, jongens. Ik zit zoveel over vrijdag te zeuren. Vrijdag dit, vrijdag zus, vrijdag zo. Maar ik heb er zo zin in. Mijn verbinding, eindelijk. Hier zie je iemand gewoon voorbij laggen. Kijk, en dat krijg je dan gewoon. Dan heb ik dat ook gewoon tegen die gasten, weet je wel. Maar dit was mijn gameplay. Ik hoop dat je hem leuk vond. 41-12, je ziet het. Ik heb altijd even 1 ping. Je zag het nou hier, mijn ping gaat nou weer omhoog. Dus dat is gewoon echt balen. En bij iedereen is het 4 ping. Dus ja, dat is super balen dat ik dat heb. Maar ik zeg like, subscribe, reactie. En natuurlijk check mijn andere vids ook even. En dan zeg ik, see you later everybody.